Vandaag verwelkomen we Inge Koek, de snelste Belgische vrouw op de 500 meter kajak in Sion. Wel, deze atletische man sprak mij enorm aan. Er hangen hier heel veel mooie schilderijen, maar een gespierd lichaam, daar moet er aan gewerkt worden. Daar is jarenlang aan getraind en zo. En als ze dat dan in kunst omzet, vind ik dat een heel mooi passend beeld voor mij persoonlijk. Het is wel niet een atleet in actie. Ik denk dat hij eerder een wedstrijd beëindigd heeft en dat hij zo zegt van... Ben ik nu de winnaar? De atleten van vandaag lopen niet naakt. Ze lopen er misschien dikwijls wel sexy bij. Dat ga ik niet zeggen. De sportkledij is ook heel veel geëvolueerd. Maar wel, bij de oude Grieken was alles in naakt. Dus zoals dit beeld het ook toont. En ik heb ooit de sporttrofee van Kortrijk gehad. Dat was de Venus van Kortrijk. Dat was een vrouw met één been af. En ik heb dat ook heel lang op mijn kast gezet. Nu zit het in mijn kast. Maar ja, ik heb daar ook heel hard aan gehouden, aan dat beeldje. Ik vond dat zo een grote erkenning, ten eerste. En dan het beeld zelf vond ik ook heel mooi. Ja. De klassieke kunst hou ik dan eerder van zo'n beelden. De Griekse godheid en mythologie heeft mij altijd heel veel aangesproken. Ook omdat dat heel veel te maken heeft met sport en mooie mensen. Over het algemeen vind ik wel klassiekere kunst heel mooi, maar ik zou het nooit in mijn huis hangen. Liever modern, ik hou nogal van strakke lijnen en eenvoud.